Nou, wie ben je en wat doe je? Nou, ik ben Jerry Loos, directeur van Helemaal Loos Producties. Directeur! Directeur J! Wie ben je en wat doe je hier? Ja, wij zijn een videoproductiebedrijf. We maken eigenlijk allerlei verschillende soorten video's. Van commerciële reclames voor bedrijven tot komische programma's, tot reportages. Noem maar op. Wat ik leuke vind van Netwerk 023 is dat je dus, je hebt natuurlijk het netwerk op internet. Maar daarnaast zijn ook echt die bijeenkomsten waar toch wel echt enthousiaste mensen komen. En ik merk toch als je die mensen echt ontmoet en even met ze praat en ook al zijn het mensen die je al kent, als je dan weer even ze ziet en ermee praat, dan kun je vaak echt afspraken maken. En dan zeggen ze van, hey, hoe is het er nou mee? Och ja, ik moet jou nog hebben. Want ik heb een opdrachtje voor je, terwijl dat levert vaak veel meer op dan contact op internet. Zakenrelaties uit het netwerk gehaald en klanten. En het is een stukje van de offline en online netwerk wat denk ik sterk is van Netwerk 023. Dat je hebt online een groot netwerk en regelmatig ontmoet je die weer offline, zeg maar. Een stukje persoonlijk contact is toch wel vaak wel fijn. Heb je nog concrete business uit het netwerk 023 gehad? Nou ja, Jeroen van Glabbeek, die hebben we dus voor het eerst eigenlijk ontmoet op die netwerk 023 van CM. Dat is dus eigenlijk een vaste klant van ons. Ja, voor CM, Jeroen van Glabbeek, die hield ooit een presentatie. Dus, ja, nee, hetzelfde verhaal. Welke netwerk 023 events en workshop vond je het meest interessant en waarom? Even kijken, was volgens mij afgelopen jaar bij de Creative Company Conference in Haarlem. En ik moest daar zelfs de opnames doen. En eigenlijk vond ik het toch wel sterk. Maar omdat het gewoon in één dag was. En waren hier en daar, vooral de buitenlandse sprekers, ben ik wel erg enthousiast over. Amerikaan, Engelsman. En die weten het wel vol passie te vertellen. Daar haal je toch wel veel uit, ja. En dat was gewoon een gezellige sfeer en de Creative Company Conference was aan te raden, absoluut. En tot slot, heb je nog goede tips voor andere leden van Netwerk 023? Nou ja, ik zou zeggen inderdaad, kom naar de netwerkborrel zelf. Dat is, want het is toch leuk om elkaar echt te ontmoeten. Je kan wel denken van, die mensen die komen, daar heb ik niks aan, die zitten niet in mijn business. Maar dat kun je toch niet altijd zeggen. Vaak als iemand spreekt, merk je pas van, hey, wij kunnen iets voor elkaar betekenen. Top, bedankt.